Hallo, mijn naam is Kylie. Ik ben stagiair bij Zakelijk in Beeld. Wij leren vandaag mensen bij onze open training in Deventer hoe zij zakelijk kunnen vloggen. Ik vind het ontzettend leuk om video's op te nemen. Dat doen we vaak wat uitgebreider, hè, met cameramensen en dergelijke. En het leek me zo leuk om ook wat informeler en vlotter en onderweg video's te kunnen opnemen. En ik denk dat vloggen daarbij uitstekend middel voor is. Dat je op een hele leuke manier een boodschap toch voor een publiek even snel neer kunt zetten. En dat geeft perspectief voor mijn werk. Het is wat sneller, informeler, authentieker. Ik vind dat wel heel leuk. Het past ook wel bij ons bedrijf om dat wat op die manier wat informeler te doen. Je hebt mensen aan het begin van de training een filmpje laten maken en aan het eind. Heb je duidelijk verschil gezien? Ja, maar dat is echt, vind ik, de allerleukste oefening. Omdat als mensen nog niets weten van vloggen, ze vinden het ook altijd spannend om zichzelf in beeld te zien. En je laat ze dan meteen een filmpje opnemen. Ja, dan zie je allemaal van die kleine dingetjes. Ze gaan tegen het licht in staan en ze kijken vaak heel serieus en een beetje chagrijnig. En ze kijken niet in de camera, wat dan wel moet bij een vlog. Dus het verschil is altijd heel erg groot aan het einde van de dag. Technische zaken als hoe je in de camera kijkt. Kijk, zit daar zo. Het is een heel klein cameraatje is het. Maar als je dat niet weet, dan ga je toch naar jezelf kijken als je jezelf aan het filmen bent. En dat is altijd een hele waardevolle tip. Maar ook, hoe neem je iets technisch op? En hoe maak je een storyline? En ja, ik moet zeggen, dat ging vandaag super. En als het dan ook nog in zo'n gezellige omgeving gebeurt, nou, en met zulke leuke mensen, dan is het echt een heel geslaagde dag geweest.